Yvonne Jaspers onderzoekt de toekomst van agrarisch Nederland. Waarom eten wij die niet? Ja, die mango's die hebben een plekje te veel of zijn net te rijp. Boeren staan voor de nodige uitdagingen. Nou, die spruit, die heeft heel wat te verduren gehad met die min 8 en sneeuw en wind. Deze planten die bloeien maar één keer per jaar. Op het moment dat we ze eigenlijk willen gaan snijden, ja, ging het fout. Voor de toekomst moeten keuzes worden gemaakt. Ik teel zoals ik oprecht denk dat het de allerbeste manier is om te telen. En dat past net niet in het plaatje van biologisch. Het systeem van de landbouw in Nederland is roofbouw. Ja, wel de maximale opbrengst, maar dat eist het tol. Wat wil je voor boer zijn? Je weet sowieso niet wat de toekomst brengt. Want ik ga mijn vader niet verplichten om maar door te gaan met het bedrijf, omdat ik wil schaatsen. Wij gaan emigreren naar Denemarken. Ik kan er bijna niet geloven gewoon. Hier kom je, ja, ik alleen maar van dromen. Zo'n Amazone op mijn paard, ik vind het echt geweldig. Onze boerderij. Zondag bij KRO NCRV op NPO 1